Yo mensen, fijn dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. En vandaag gaan we lekker zombietjes doen. En mijn neus jeukt weer al. En misschien kennen jullie nu al deze map. Want deze map komt namelijk uit Black Ops 1. En deze map heet normaal 5. Maar hier kan je hem gebruiken als Classified. En het is een map die je bij krijgt als je hem pre-ordered hebt, denk ik. Want het is een Classified. Dus heb je Call of Duty gepre-ord, kan je deze map spelen. Of ik weet niet of je moet de Season Pass hebben. Het is iets in die richting. En ja, we gaan gewoon lekker vandaag een solo runnetje op zombies doen. We gaan niet fucking hoge wave halen. We gaan gewoon even zorgen dat we door de map gaan. En dan ga ik met andere personen eens hard surviven. En misschien kennen jullie wel deze map. En zover ik weet, dan komt er zeg maar een professor. En die nakt gewoon al je wapens. Dus we moeten sowieso gaan opletten ervan. Want in Black Ops 1 vond ik deze map eigenlijk niet leuk. Omdat ik heel de tijd mijn wapens afgenomen werd. Maar ik wist dan ook niet hoe zombies eigenlijk werden. Maar misschien vind ik hem nu leuker. Zo. En het zijn natuurlijk ook gewoon andere wapens, hè. Want op Black Ops 1 had je allemaal andere wapens en nu heb je deze wapens. Maar deze map is wel lachen, denk ik. En dan hebben we hier een Strife. Weet je wat, we kopen hem gewoon. We moeten even alles testen. En hier heb je een Axel Model 07. We hebben eens gepakt, maar ik weet niet wat het is. Oh, dat is de insert kill. Ah, knife. Hoppa. 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 Ziet er wel nice uit, die zombies. Doei. Zo. We hebben al veel killetjes. We hebben veel punten. Dus gaan we even kijken om deuren te openen. Deuren openen, deuren. Deze kan open. Ja. Dan kan deze ook open. En hier kan je met de lift. Dat weet ik nog. Je kan met de lift, maar ik heb de neiging om eerst een deur open te doen. Ik weet niet waar we nu uitkomen. Oh, bij de mystery box. Hier ben ik echt legit nog nooit geweest. Ik weet niet of dat nieuw is, want in sommige maps hebben ze nieuwe dingen toegevoegd. Oh, er keer mee meteen. Een wonderwapen of zo. En met meteen een wonderwapen. Ik weet niet of dit een wonderwapen moet zijn. De cordite. Natuurlijk zijn er ook easter eggs in alle zombie maps. Maar als jullie willen dat ik de easter egg ga doen, laat het me sowieso weten in de comments. Want dan kan ik dat gaan doen. Met iemand anders die misschien ook veel van easter eggs weet. Dus ja, misschien ga ik toe met Jan, Melinda, Santino, you never know. Kan maar iedereen aan zombies doen. Oh, dat zijn de perks ook. We moeten eerst zien de power aan te zetten. Wat is dit? Een escargot. Die ken ik niet. Hey, dubbele punten. Kan hier nog een deur open? Kan deze ergens open? Ah, deze kan nog open. Ik wil even dit wapen nog eens gebruiken.
Dit wapentje. Dit wapentje, bro. Dit wapen. Ik heb echt, denk ik, een wonderwapen, hoor. Legit. Natuurlijk is het de eerste keer dat ik zombies nu speel. Nou, even deze deur openen. Waar komen we dan uit? We kunnen wel parts vinden om iets te maken. Want hier staat een workbench. Dus we moeten even parts ook gaan zoeken. Ik weet niet waar de parts liggen. En wat hebben we nodig voor parts? 6 parts hebben we nodig, maar het staat er niet bij welke. Dan komen we weer hier uit, oké. Okay. Oh, dit gaat dood, dit loopt dood, hè? Ja. Dan gaan we even kijken of we zo meteen die lift kunnen gebruiken, want hier beneden, of de bovenverdieping, hebben we alles gedaan. En we moeten Juggernaut zien te vinden. Het is wel zo dat ik hier nu vast begin te lopen. Nou, ik gebruik even die op, er ligt hier max ammo, dus kan geen kwaad. Zo, max ammo. We gaan even één zombie overlaten. Zo. Zombie, kom even met me mee. Ja? Ja? En go. We gaan de lift in. We gaan de lift in. Run for it. Doei. Oké, we gaan naar beneden, naar de kelder toe. En daar zit die professor die echt die wapens nakt. Dus we moeten gaan opletten. You must the power on. Waar zit die power dan? Dit is een Spitfire. Hier moet ook de power vooraan. Ik moet zoeken waar die power zit. Ik heb deze map niet veel gespeeld in Black Ops 1. Die kan sowieso ook open. Power, power, power. Waar ben je? Deze kan ook open. Deze kan daar ook open dan. Even hier eerst doorkijken. Dat is serieus lastig om parts en powers te vinden. Dit is een perk. Oh, die gaat open pas als de power aan is. Hier zit de power dus sowieso niet. Dan moet hij hier binnen zetten, lijkt me. Hey, paard. We hebben gevonden. Oh, we hebben een soort gasdingetje gevonden of zo. Oké. De power moet sowieso hier zetten, kan niet anders. Auw. Power. Er is dat die power hier ook niet zit. Dit lijkt me een kamer waar de power moet zitten gewoon. En we moeten ook. Of is er nog een andere deur die open kan? Defcon 1. Ah, hier kunnen we ook nog naartoe. Ik moest hem even killen, ik zag die knop hier niet. Oké, maar we gaan even zombies knallen. We hebben toch punten nodig. We hebben de punten besteed aan de deuren openen. En nu zijn ze allemaal kwijt. We moeten... Oh. We let the dogs out. Ja, Call of Duty.
We kunnen wel schieten met deze vent, hè. Maar dat ding kan wel niet ver schieten. Anders is het echt overpowered. We hebben ook nog bubblegums, of zeg maar een drankje of zo. En die gaan we zo meteen ook nog even gebruiken. Wat is dit? We gaan even kijken, hè. Oh, dat zijn gewoon drankjes. Instant activation, walk faster we aiming. Oh, we kunnen rap sneller lopen. Als we aimen, dus dat is wel fijn. Oké, zombies, kom maar af. Kom maar af, zombies. Oh, hier ligt een nuke. Auw. Dat is reuze lastig, gewoon nog veel zombies. Auw! Dit is de laatste, dan gaan we even naar de lift weer. Waar is de lift? Waar had ik de deur geopend? Hier, hè? Yep. Oké. Okay. Lift er toe. En ik weet niet naar waar ik ga, maar we zullen het zien. Oh, we zitten hier. Oh, hier zit die professor, denk ik. Nou, weet het nog. Oh. Ik weet niet wanneer die komt. En hier kan je een teleport rennen. We kunnen zeg maar die kabel, denk ik, volgen. En dan komen we wel bij de power. Ja, dat dacht ik al. Hoppa, de power is aan. Hier is nog een workbench. Combat knife. Nee, hier ligt geen paard. Ik ben even op zoek naar een paard. Uh-oh, hier loopt hij dood. Nee. Wat is dit dan? Een Maddox. Paard. Oh, daar! Ja, ik heb het gevonden. Heart of a scientific device. Uh-oh. Sorry, we zijn killen. Is er nog een zombie? Oh, kuthond, joh. Nog een kuthond. Oh, we kunnen iets maken, maar we moeten even kijken wat juist. Ik weet sowieso dat ik hier weg ga, maar ik vind het hier niet echt zo fijn. Oh, we teleporteren gewoon. Oh, waar is de lift? Goed. Waar is de lift? Oh ja, we zijn er. Oh, gelukkig. Gelukkig. Dan moeten we even ook Juggernaut zien te vinden. Die kan het niet halen. Ik weet niet wat het is. Oh nee, die kutklote dingen zijn er ook weer. Auw. Oké, dat was niet echt spectaculair dit. Oh kut, we zijn nu al dood. Even een drankje nemen. Spirits. Liquefied. So, just spirits.
Zo, waar stond die workbench ook alweer? Waar konden we craften? Waar staat hij? Kom op. Ik wil gewoon weten wat het is dat we kunnen craften. En hier kunnen we ook de elevator bellen. Waar staat die workbench? Staat hij hier? Ik ben nu al kwijt waar dit staat. Oeh. Special effects. Ik schiet met gemakjes hoor jongens. Zo. We hebben hier max ammo. Super. Even kijken, die work. Ik ben nu echt kwijt waar die work. Er stond er eentje beneden. Wat stond die? Nou weet je wat, ik ga gewoon met lift. Kom maar, kom maar, kom maar! Bevries! Kom maar, kom maar, kom maar! Bevries! Hoppa! Zo een leuk muziekje. Zo. Is de laatste zeker? Ja, dat gaan we echt doen, zombie. Oké, we gaan even naar beneden kijken wat we kunnen craften, want we hebben twee paards gevonden. En die workbench moet hier wel staan. Maar waar? Dit is timeslip. Ik weet niet wat het is. Die workbench stond hier. Workbench. Hallo. Wat is dit? We are now in DEFCON 2. Ik weet niet wat ik gedaan heb. Workbench. Echt waar, ik ben nu echt zo schil dat ik die workbench niet vind. Ik had hem daarnet gevonden. Ja, nou en volgens mij moet. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar het zal wel. Het zal wel. Dan moet ik gaan. Ik weet niet waar die staat. Er stond sowieso nog eentje bij die professor. Maar geen flauw idee of die al komt. Ik heb echt zin in die fucking man. Kom je hier weer uit? Bij de mystery box. Die zombie komt gewoon achter me aan. Die hebben we al. Workbench. Auw. Waar staat dat kutting? Oh, hier joh! Ah, dan maak ik hem vanaf. Hoppa. Ah, ik heb...
Dan heb ik nog niet genoeg paard. Dit ga je echt niet menen, joh. Dit ga je echt niet menen. Wauw. Ik zit de hele tijd te zoeken achter die workbench. Heb ik nog niet genoeg paard. Ik dacht, ik heb er genoeg. Nee hoor. Nee hoor. De hedgehog. Oh. Ziet er wel fijn uit. Die geluid is al traag. Auw. Oh kut, ik ben er per ongeluk in. Boeien. Anders was het misschien dood. Ah! Ja, dan komen we gewoon achter me aan. Max ammo. Yay. Oké, Juggernaut. Waar is Juggernaut? Waar is Juggernaut? We hebben tonic, soda en cola en broen hoor. Broer en cola hebben we. Maar geen flow die waar tonic is. Ik denk dat tonic wel extra health is. Moet even hier kijken. How are these putrid nightmares here? Did the Americans really continue experimentation? Winter has come back. Back. Oh, hier ja. Honorable. Delicious. Honorious. Get back from the farthest corner. Rise up like a rotten sashimi. So that was half close. We have not one perk now, but aha. No, I refuse. Aha. This is Juggernaut of me. Oh, dat ding is niet meer one shot. Oh, nu ben ik fucked. Nu ben ik echt fucked hoor. Oh my god. Auw. Ja. Kutzooi. Dat ding is niet meer one shot waarschijnlijk. Oké. Dat ding is nu twee kogels. Zo, ik kan wel dat ding halen. Ik weet niet wat het is. Ik hoop dat het Juggernaut is. Misschien ligt hier ook nog een paard. You never know. Nee, geen paard meer. Shit. Er waren een varken. Oh, ik heb een varken gemold. Ik heb een varken gemold, jongens. Oké, dit is mijn einde. Wauw. Dit is serieus wel lastig, eentje. Oh my god, god. Natuurlijk had ik gezegd dat we niet zo lang gingen maken. Maar, we zijn wel rond de 40 gegaan. Dus, volgende keer ga ik het met andere mensen doen ook erbij. En dan gaan we waarschijnlijk easter eggjes halen. Dus willen jullie easter eggs zien? Dus zeker een duimpje omhoog. Laat me ook weten welke map je als eerste wil zien. Dus,
iedereen de duimpje omhoog. Vond je het leuk? Dan vind ik het hartstikke leuk voor jullie dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer terug, mensen. Bye bye.